Ik ben Kevin van Idol 2011 en vandaag gaan we het hebben over dance moves. Nu, wat zal ik allemaal vertellen over dance moves? Ik vind het zeer belangrijk dat als een artiest op een podium staat, dat hij natuurlijk overkomt, dat hij niet te forceerd overkomt. Dus dat houdt in, je mag dansen, maar laat niet zien dat je eigenlijk aan het tellen bent ofzo. Want dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dus het is eigenlijk de bedoeling om zo natuurlijk mogelijk over te komen. Bijvoorbeeld gewoon een simpel step. Links, rechts, links, rechts. Een beetje bewegen met de bovenlichaam, een beetje naar achter, een beetje naar voren, spelen met het publiek. Als zij naar links gaan, ook naar links gaan, naar rechts gaan, een beetje chest, lokken, dansen, zeer belangrijk. Er zijn natuurlijk heel veel goede dansers, dat verandert elke keer van stijl tot stijl. Bijvoorbeeld, Usher kan heel goed dansen, Michael Jackson kan zeer goed dansen, Chris Brown doet ook allemaal dansen, maar ze hebben allemaal ook heel goede choreografen die dat eigenlijk hun dansen aanleren van die toestanden. I came to move.